Als je eenmaal met datatypes gaat werken en met waarden en met variabelen, zal het regelmatig voorkomen dat je informatie wilt converteren. Dat je bijvoorbeeld een int-waarde wilt omzetten naar een dubbelwaarde of andersom. Of dat je bijvoorbeeld een string-waarde wilt omzetten naar een int-waarde of andersom. Er zijn allerlei mogelijkheden om die dingen te converteren van het ene datatype naar het andere. Als je al eerder met variabelen hebt gewerkt, weet je dat je het datatype van een al bestaande variabelen niet meer kunt veranderen. Maar wat je wel kunt doen. Is de inhoud van een variabele met een bepaald datatype. Kopiëren naar een andere variabele en er dan een ander datatype aangeven. En dat proces dat wordt conversie genoemd. En in deze video zie je hoe dat werkt. En om dat kunnen we doen, maken we even een playground. Dus ik druk op get started with de playground. Ik noem hem gewoon My Playground. We doen daar verder niet. Al te moeilijk over. Hier staat het ding. Hier is de playground. Dit hebben we allemaal niet nodig, dus dat gooi ik even weg. We beginnen even met het maken van een eenvoudige variabele, bijvoorbeeld euh, laten we constant nemen met de naam A. En die geven de waarde 10. Nou, het datatype van a is een int, zoals je waarschijnlijk weet. Omdat we de, de waarde 10 aan toekennen, weet Swift dat het om een uh, int-waarde moet gaan. Als ik hier bijvoorbeeld 10.0 had neergezet, dan had Swift uit afgeleid dat a een dubbel moet zijn. Kijk, maar dat kun je nu zien als ik met de alt-toets ingedrukt op a klik. Maar in dit geval gaat het met int. En wat ik nu wil doen, is ik wil een tweede variabele maken. Uh, uh, maken of eigenlijk uh, uh, laten. Laten maken, om het zo maar te zeggen, want we gaan daar meteen al de inhoud in zetten. En die bewuste variabelen, dat moet een, een, een. eenzelfde versie worden als A is, maar dan met de dubbel versie van 10 erin, en dus niet de int-versie. En dan gaat ik noemen B, let B. De variabelen namen in deze demo zijn nog niet heel erg veelzeggend, maar het gaat even om het principe. En om er nou voor te zorgen dat ik van B een dubbel maak, maar met de inhoud van A erin. Gebruik je een datatype dat je wilt hebben. In dit geval is dat dus dubbel dubbel schrijf je zo. Het datatype is tegelijkertijd de, de naam van een functie. Kijk, zo, dubbel. En tussen haakjes. En je ziet al een groot aantal mogelijke uh, opties verschijnen. Degene die we nodig hebben, is deze. Maar het maakt eigenlijk niet uit welke keer ik kies, maar we pakken deze er even uit. Je ziet, ik hoef alleen maar een waarde in dat ik ze allemaal uh, zonder argument label. Ik tik nu 10 in. Zo. Of eigenlijk kan ik hier zelfs A tikken. Ik doe het bijna fout. Zo. En nu heb ik twee variabelen te pakken, twee constanten eigenlijk, A en B. Beide constanten hebben de inhoud 10, maar het datatype van A is een int, kijk dat kun je zien. En het datatype van B is een dubbel, kijk maar, een dubbel. En ze dus bevatten allebei de waarde 10. Deze kan ik weglaten, die typespecificatie, want dat is af te leiden door Swift. Uit het feit dat ik de naam van het datatype heb gebruikt. Als functie, let ook op de hoofdletter D. Hè. Schrijf niet dit, want dat uh, een kleine letter D, want dat gaat niet werken, kan ik je vertellen. Als je dit probeert, nou, ik heb waarschijnlijk een foutmelding te zien, dat heeft geen zin. Het moet een hoofdletter zijn, want het is een datatype waar het om gaat. Dit wordt ook wel een zogenaamde initializer genoemd. Dat schrijf je zo, initializer. In het Amerikaanse is het een z. Hè. Initializer kom je vaker tegen, in Broncode. Maar de Engelse manier om te schrijven, is natuurlijk met een S. Zo. En nu kun je ook zien dat je A en B niet zomaar met elkaar kunt optellen. Want als ik dat probeer. Kijk, ik doe A plus B, kijk een foutmelding. Ik kan immers geen int optellen bij een dubbel. Wat ik natuurlijk wel zou kunnen doen, is zeggen. Ik wil A nu ook even als dubbel beschouwen. Met A gebeurt verder niks. Hè? A blijft gewoon A, A blijft gewoon die int. Maar nu kan ik wel de dubbelversie van die int. Optellen bij een andere dubbel die ik al had. En het resultaat zie je hier op de navigatiebalk staan. Of op de resultaatbalk staan is 20. Dat is een beetje misleidend. En een beetje jammer dat hier niet staat wat het eigenlijk is. Dat krijg je wel te zien als je die zaak print. Kijk, als ik hier een printcommando of een printfunctie van maak. En ik kijk even naar de console. Dan zie je staan 20.0. Dus hier wordt het wel goed gedaan. Hier wordt het helaas niet goed gedaan. Behalve als je gaat printen. Maar als je de, de waarde gewoon bekijkt als um, getal dan laat hij daar helaas 20 zien en niet 20,0. Dat zie je hier eigenlijk ook al. B is 10,0, maar er staat 10 hier op de resultaatpallet. Dus het is een beetje misleidend dit. Dat is niet anders. Nou, zo kun je dus een waarde van, uh, omzetten van een int naar een dubbel. Andersom kan het natuurlijk ook. Uh, ik gooi dit even helemaal weg, dit. En we maken even een nieuw verhaal of een nieuwe constant. We noemen hem even D, dat is een dubbel. En die geven de waarde 10,3. Noem maar even wat. Nou, eerst beginnen met 10,0. Zo. Je ziet hier in de resultaatbalk weer 10, jammer genoeg, en niet 10.0. En ik maak er een int van, en dan doe ik i, de i van int. En dan zeg ik vervolgens: maak, en ik gebruik opnieuw het datatype als functienaam. En dan doe ik dit. En dan zul je zien dat i ook keurig als deze Playground eenmaal is uitgevoerd. Ik heb nog wat last van bugs hier. dat... Heeft alles te maken met de versie van Xcode die ik voor deze demo's gebruik. Dat is een vrij vroege versie van Xcode 8. Die is nog niet helemaal stabiel. Maar je ziet, i is 10 en het datatype van i, je raadt het al, is geen dubbel, maar is een int. Kortom, is ook prima omgezet. Dit lijkt allemaal goed te werken, maar er is een instinker. En de instinker ziet er als volgt uit. Als ik van deze dubbel niet 10 maak, maar 10,8, dan zou je misschien verwachten dat dat wordt afgerond. Je zou misschien verwachten dat i nu niet. 10 wordt met het i-11 wordt. Dat is dus niet zo. i blijft 10. Kortom, hij rondt niet af ofzo. Hij gooit dit gewoon weg. Dus als je een datatype gebruikt als functienaam of eigenlijk als initializer, om een waarde om te zetten naar een ander datatype, wordt er niet afgerond. De zaak achter een eventuele decimale punt, decimale komma, wordt weggegooid. Dus hou daar rekening mee. Ga er niet vanuit dat dit 11 wordt. Dat gebeurt dus niet. Um, dat is het omzetten van een dubbel naar een int uh, en het int naar een dubbel. Die twee hebben we al gezien. Ik wil je er nog twee laten zien en die hebben te maken met het uh, datatype string. Laten we even beginnen met de volgende. Uh, let uh, i is 10, dus een int met uh, de waarde 10 eraan. Als ik daar een string van maak, dus op deze manier bijvoorbeeld, uh, kan ik dat uh, zo doen met interpolatie. Dat heb je misschien al een keer gezien. Kijk anders even naar de video over variabelen. Daar komt uh, interpolatie heel uitgebreid aan bod. Kijk, ik heb nu met een hele eenvoudige truc, interpolatie heb ik van de waarde 10, de string 10 gemaakt. En dat heeft nogal impact, want kijk, als ik nu, als ik i en i bij elkaar optel, dan is het resultaat natuurlijk 20. Want laten we zeggen, laten we eerlijk zijn, 10 en 10 is 20. Maar Als ik s bij s optel, dan is het resultaat niet 20, maar 10, 10. Namelijk het optellen van twee strings betekent dat ze aan elkaar worden geplakt. En niet dat ze, dat ze worden gezien als getallen, want een string is geen getal. Een string is een reeks tekens. En dat kan toevallig ook een getal zijn. Wij kunnen dat toevallig lezen als een getal. Maar in principe is het gewoon een reeks tekens. En dan komen we meteen bij het volgende punt. Als een string een reeks tekens is, bijvoorbeeld laten we zeggen dit: 1, 2, 3. Zo. Hoe kun je dan van die reeks tekens een getal maken? Nou, dat kan, want dat kun je doen op dezelfde manier. Um, waarbij je een, van een dubbel een int maakt of van een int een dubbel met ook weer die initializers. En laat ik bijvoorbeeld zeggen, let i e is int s. En je zal het geloven of niet, dat werkt ook. Kijk, int wordt nu 123. Denk je. Dus niet helemaal waar. Hier staat op de resultaatbalk 123. Maar kijk wat er gebeurt als ik i e probeer te printen met het print-commando. Zo, daar gaan we. Let op, daar staat optional voor. En dat betekent dat Swift hier een optional van heeft gemaakt. Kijk maar als je de alt-toets ingedrukt houdt en je kijkt naar de i, er staat een vraagteken achter. Als je meer wilt weten over over optionals, kijk dan even de aparte video die daarover is gemaakt. Dan en dan snap je ook hoe dat werkt. Maar het feit is het volgende: een optional is eigenlijk een variabele die wel of geen waarde bevat. En als hij geen waarde bevat, dan is hij nul, dan is de optional nul. En als een optional niet nul is, dan heeft hij een bijbehorende waarde die je kunt uitpakken. Dus de manier om uh, erachter te komen, wat, of eigenlijk om bij de echte waarde te komen, want je kunt i nu niet bij zichzelf optellen, kijk maar, dat levert een foutmelding op. Je kunt namelijk niet twee optionals bij elkaar optellen. Kijk, deze een foutmelding, het ding crasht op een gigantische manier hier. Dat is blijkbaar niet wat we mogen doen. Voordat je dat kunt doen, moet je hem eerst uitpakken. En om een optional uit te pakken, Zet je er bijvoorbeeld een uitroepteken achter. Er zijn meer manieren om optionals uit te pakken. Dat gaat absoluut buiten het bestek van deze video. Maar er is dus die optionals video over. Dus ik raad je aan om daar even naar te kijken als je meer wilt weten over optionals. Maar als je een optional eenmaal hebt uitgepakt. Dan kun je hem dus wel optellen bij in dit geval een andere int of bij zichzelf. Dus nu zie, je, nu zie je keurig 246 hier staan. Zie je wel, je hebt ze uitgepakt. Maar even dat optional verhaal. Waarom maakt hij daar nou een optional van? Waarom? zegt hij dat de uitkomst van het converteren van een string een optional moet zijn. En als ik een dubbel zou maken, die zet ik er even bij. Let dubbel is 1, 2, 3. En ik maak even een tweede variabele, die noem ik j. En ik zeg int d. Kijk, nu heb ik twee keer een int gemaakt. Eentje van een string en eentje van een dubbel. Nou, het datatype van i is een optional. Kijk maar, een optional int. Let op het vraagteken hier. Daar. En het datatype van j is geen optional. De reden is eigenlijk heel eenvoudig. Je kunt een dubbel altijd in een, in een int veranderen. Ik bedoel, er kan nul uitkomen, maar het blijven getallen. Een dubbel is een getal en een int is ook een getal. Maar het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat een tekenreeks geen getal bevat. Bijvoorbeeld dat er A123 staat ofzo. Of, of uh, 1234AB, het is een postcode. Dan is dit geen getal. En dat kun je ook zien als je nu kijkt naar I. De omgezette s. Ik zal dit meteen even weghalen om het niet al te verwarrend te maken. Dat hebben we vet van niet meer nodig. Zo, kijk. Nu heb je een serieus probleem. Want dit is geen getal. En nu is het wel heel erg handig dat i een optional is. En je ziet er zit niks in. Hij is nul. Hiermee wordt eigenlijk gezegd door int: ik kan hier geen getal van maken. En wellicht zou je verwachten dat er dan 0 uitkomt of iets dergelijks. Maar 0 is niet hetzelfde als 1, 2, 3, 4ab. 0 is natuurlijk veel beter. Hiermee geeft Swift jou aan, let op, dit is geen getal. Wat ik ook geprobeerd heb, dit kun je niet als een geheel getal zien. Het kan gewoon niet. Op soortgelijke manier, als ik dit zou doen, krijg je dus iets verwarrends. Als ik hier 0,4 van maak. Zo 0,4. Kijk wat hieruit komt rollen. Ik krijg opnieuw 0. Want i zegt. Wacht even, of de int-initializer zegt: pas op, dit is geen int. Dus ik kan hier geen int van maken is een beetje verwarmd, want dit werkt natuurlijk wel. Als ik hier dubbel van maak, precies hetzelfde verhaal. Ik noem hem even D. Omdat het geeft dat we nu een dubbel werken. Dat kan natuurlijk wel, want 0,4, de string 0.4, laat ik het zo uitdrukken. Dus 0.4 kan wel worden gezien als een dubbel. Dus het is een beetje verwarmd. Als je van een, een int... Nou, als ik, laat ik het zo zeggen. Als ik van een dubbel, een echte dubbel, wat D nu is. Als ik daar probeer om een int van te maken, dat gaat. Dan komt daar 0 voor terug. Want normaal is het allebei 0 wat Swift betreft. Alleen bij een dubbel staat er nog 0,4 achter. Maar kijk, i levert nu 0 op. Zie je dat? Hier staat Is dat zo wat ik nu zeg? Even kijken hoor. Oh, sorry. Deze is natuurlijk, een, uh, uh, is natuurlijk een nog niet uitgepakt. Dus ik moet hem eerst even uitpakken. Zo. Kijk, nu zul je zien. i levert gewoon 0 op. Zie je dat? Kijk. Maar als ik i hierboven zet. En in plaats van i is int d. Zeg ik, ik maak er even commentaar van. Let I is int S. Dan krijg ik 0 terug. Want ik zeg 0,4 zal nooit en never een int zijn. Dus dat kan niet. Maak ik hier 4 van. Dan werkt het natuurlijk wel. Dan zegt hij, ja, dat is een optional. Dus ik maak, dit is vier, dus ik maak er een optional van. En ik stop daar vier in. Houd daar dus even rekening mee. Het komt eigenlijk, en dat is daar de makkelijkste manier. Zie je trouwens dat dit op een hele aparte manier wordt afgerond. Het heeft alles te maken met de manier waarop computers, of eigenlijk programmeertalen, met name taal Swift, maar ook talen als C en zelfs Basic en dergelijke, en PHP maken zich hier schuldig aan. Ze kunnen niet goed omgaan met afronden van, ons decimaal stelsel. Dat, een getal in ons decimaal stelsel wordt door een computer toch opgeslagen als een getal dat een macht is van 2. En dan krijg je dit soort rare afrondingsfouten. Dit is echt een afrondingsfout. En dat komt vaker voor. Vandaar dat je ook erg moet uitkijken. Dat heeft niks met deze video te maken, maar dat je het even weet. Je moet heel erg uitkijken als je twee dubbels met elkaar vergelijkt. Want ja, het kan zomaar zijn dat ze allebei voor jou 0,4 zijn, maar voor Swift niet. De ene is 0,4 met heel veel nullen en twee erachter. De andere is 0,4 zonder nullen erachter. En dat is niet hetzelfde. Dus als je twee dubbels met elkaar vergelijkt, of twee floats, kun je voor hele rare verrassingen komen staan. Dus en je ziet waarom dat bijvoorbeeld zo kan zijn. In dit geval vindt er gewoon een ordinaire afrondingsfout van, dus, uh, plaats. Dus kijk daar een beetje mee uit. Maar wat ik je wilde meegeven is het volgende. Als je met conversie een getal omzet naar een ander getal, dan gaat het altijd goed, het resultaat is altijd een getal. Als je met conversie een string omzet naar een getal, is het resultaat altijd optioneel. Als die string kon worden omgezet, bevat die optioneel de bijbehorende waarde, het getal. En als het niet kon, is de optional nil belangrijk dat je dat even weet? En als je een getal omzet naar een string, dat gaan we natuurlijk altijd. Dat kun je onder andere doen met interpolatie, zoals we net al deden. Maar je zou het ook zo kunnen doen, nog even tot slot. Als we S even nemen, nou, S is dan geen maar even een D van om er een dubbel van te maken. Als we daar een string van willen maken, ik liet je net zo zien. Het kan zo. Dit is een van de manieren om te doen. Interpolatie is vaak het snelst. En als je het een paar keer gezien hebt, dan ben je eraan. Maar een andere manier om het te schrijven is zo. Je gebruikt het woordje string en dan gebruik je een hele speciale en die staat hierbij. Even kijken, literal, moet ik dat nog doen? Volgens mij moet je er een literal bij zetten. Nou, kijk even wat er gebeurt als ik er gewoon D achter zet. Misschien werkt dat inmiddels. Ja, je hoeft je nog geen literal achter te zetten. Er zijn bepaalde, bij arrays zie je dat voorkomen, dan moet je hier wel het woordje literal of array literal voorzetten. Dat hoeft niet. D heeft geen argument label nodig. Dus zo mag je het ook doen. Dit levert precies hetzelfde op als dit. Interpolatie of het gebruiken van een string-functie. Is precies hetzelfde. Oké, okay, tot zover het verhaal over um, conversie. Hou dus goed in de gaten, nog één keer samenvatten, dat het resultaat van het converteren van een string in een getal altijd een optional is. Waarvoor jij nog even moet testen of die optional daadwerkelijk wel een bijbehorende waarde bevat. En als je een getal omzet in een ander getal, dat gaat wel goed. Mits je niet hoeft af te ronden. Anders moet je eerst even zorgen dat dat goed gaat. Dat je van tevoren even afrondt bijvoorbeeld. En een getal omzetten in een string is natuurlijk ook geen enkel probleem. Dat kan op twee manieren met interpolatie of met behulp van de string initializer. Als je meer wilt weten over Zwift en over het maken van apps in deze nieuwe programmeertaal, dan is deze website wellicht iets voor je. Je vindt er ook een forum waar je terecht kunt voor vragen en antwoorden over deze video en over alle andere video's die ik heb gepost. En als je je kennis over Zwift wilt verdiepen en zo snel mogelijk je eigen eerste apps wilt kunnen bouwen, dan is dit e-book het e-book dat je zoekt. Bedankt voor het kijken naar deze video en ik hoop je terug te zien op de iOS Academie.